Deze beschouwing die gaat over de zaak Marianne Vaatstra. En dan anno 2019. Ik heb over die zaak een hele hoop uitzendingen gemaakt. En als je naar mijn kanaal gaat, dan heb je van die playlists. Kijk hoor. Ik heb niet mee. Dan heb je een playlist en dan krijg je een hele lijst in beeld. Dan is er eentje en die heet Over Marianne Vaatstra, requisitor H.J. Maus. Die moet je hebben. Als ik naar mijn analytics kijk, hè, dus de statistieken van al mijn uitzendingen. De meest bekeken, meest beluisterde uitzendingen zijn die over Marianne Vaatstra. Honderden mensen die er kennis van hebben genomen. En ik ben van voornemens om elk jaar één uitzending te wijden aan deze zaak. Door op zich heb ik alles wat er over te vertellen is vanuit de reden, vanuit de rationaliteit. Dat heb ik uitgesproken in die 16 uitzendingen over het requisitor van H.J. Maus. En een requisitor, dat is een tekst en die wordt voorgelezen door de officier van justitie in een strafzaak. Ik ben met die tekst en alle opmerkingen van mij daarbij, ben ik bij een advocaat geweest. Daar moest ik zijn voor iets heel anders, dat maakt niet uit. Iets wat later ook helemaal niet belangrijk was. Ik liep met een sisser af. Maar ik was bij die man en toen begon ik erover. Ik liet hem dus dat requisitoor zien met al die aantekeningen. En die man die keek zo naar mij en zei, hoe kom je aan dit document? Inmiddels ben ik er ook achter dat je niet zomaar een requisitoor in handen kan krijgen. Men is dat niet. Dat is niet gebruikelijk bij justitie dat ze dit soort dingen verspreiden. Maar ik heb hem gevonden. En gefileerd. Zin voor zin. En de conclusie van mij is dat H.J. Maus, de officier van justitie, gelogen heeft. Hij heeft gelogen toen hij het aan het opschrijven was, dat requisitor. En hij heeft dus ook gelogen toen hij dat requisitor heeft voorgelezen. In de rechtszaal. In het bijzijn van iedereen die er maar bij wilde zijn. Waaronder de familie van Marianne Vaatstra. Mijn conclusie is dat H.J. Maus gelogen heeft. Niet één keer, niet twee keer, een heleboel keer. En dat heb ik onderbouwd. Ja, je kan het wel zomaar roepen, maar dat doe ik niet. Het is een aaneenschakeling van onzorgvuldig taalgebruik. En dat heeft geen pas. Bij helemaal nergens, nooit niet natuurlijk. Zeker niet in de rechtszaak.
En al helemaal niet als het gaat om zo'n tragisch geval van een 16-jarige vrouw, wiens stoffelijk overschot op een zaterdagochtend is gevonden in een weiland. De merkwaardige dingen die het meest in het oog springen. Even zo uit mijn hoofd. De keel van het slachtoffer was doorgesneden. En dus zou je verwachten dat op de plek waar ze gevonden is, dat daar dan een grote plas met bloed was. En dan was het in een weiland, dus dan zal dat bloed zal in de aarde zijn getrokken, maar dan nog. Dan is een behoorlijke hoeveelheid aarde doordrenkt geweest met bloed. En dat is niet het geval. En toch houdt justitie vol dat het slachtoffer op de plek waar ze aangetroffen is, dat daar de keel is doorgesneden. Wat bij mij de vraag laat, waar is dat bloed dan gebleven? Een ander punt wat opvalt is de getuigenis van de man die beweert dat hij het heeft gedaan. Dat verhaal is merkwaardig. Daar klopt iets niet. De tijdstippen kloppen niet. Die man die werd dan om, nou, ergens midden in de nacht had hij de wekker gezet, want een van zijn koeien, het was een boer, een veeboer, onder andere had hij, hij had koeien. Een van zijn koeien die moest, hoe noem je dat ook weer, kalven. Dacht hij. Ze was hij gaan controleren en dat bleek niet zo te zijn. En toen dacht die man, kom, ik ga een eindje fietsen. En dan komt hij, terwijl hij aan het fietsen is, komt hij het slachtoffer tegen. Die van de tegenovergestelde kant aankomt fietsen. In er eentje. Toen heeft hij zijn fiets omgedraaid. En heeft hij een mes uit zijn, had hij uit een mes bij zich. En is hij naast haar gaan fietsen. En toen heeft hij met dat mes heeft hij gezegd van, nou, even iets gedreigd of zo met dat mes. En daar wordt het heel warrig van hoe hij dat nou voor elkaar gekregen heeft om een, ja, door een jonge vrouw van 16 die gewend is om een hoop te fietsen. Want daar in het Westerkwartier waar Marianne Vaatstra woonde, ja, er zijn behoorlijke afstanden. En zo'n jonge vrouw die dan midden in de nacht, dat er een engert naast haar kon fietsen en die gaat met een mes lopen zwaaien. Ja, dan zet je het toch op een fietsen, of niet? Maar dat had ze kennelijk niet gedaan. En toen heeft hij dus, ja, zo'n heel verhaal van, ja, wow. Onder bedreiging van dat mes is ze gewillig meegelopen. Maar er was ook nog dat er de indruk werd gewekt dat slachtoffer wel heel gewillig was. Dat doen er ergens. Hoezo gewillig?
Oh ja, en de, volgens de moeder van het slachtoffer was het slachtoffer ongesteld en had ze een tampon in. Die tampon is niet gevonden. En justitie die zegt, ja, er is een of andere vogel geweest en die heeft die tampon meegenomen. En dan een vogel in de letterlijke zin van het woord, hè? Een ekster of een kraai. En dat onder het mom van, ja, dat doen eksters of kraaien, die doen dat nu één keer. Ja, ja. En die man, die is dan op de proppen gekomen met die bekentenis, nadat er een DNA-onderzoek was gedaan onder de mannelijke bevolking van iedereen tussen de 18 en de zoveel jaar of zo. En de vraag is dan natuurlijk hoe dat nou precies zat dat het zijn DNA bij Marianne Vaatstra is gevonden, bij het slachtoffer. Dan denken we, nou, dat is een sperma. Hè? Ja. Maar ze hebben ook nog een heel verhaal over een aansteker waar haar in zat. En die aansteker die is pas na een paar jaar opgedoken. Die bleek in de handtas te zitten van een slachtoffer. Heel vaag. En heeft dan die man het gedaan? Ja. Ja, als zijn verhaal waar was, dan had er in dat weiland een bloedplas moeten liggen. En die lag er niet. En dat gehannes met die fietsen, daar klopt ook iets niet aan. Dus hoe kan je nou iemand, zo'n jong iemand van de jaren 16, en nou, die heeft er echt wel gespierde benen, even dwingen om te stoppen met fietsen? Zo iemand geeft je een duw en die roept nog iets van, ga weg, gek. En dan heel snel gaan fietsen. Nee, het is bizar. En ook heel raar was dat zij zou met de regiotaxi naar huis komen. Daar was haar moeder van uitgegaan. Ze was heen gebracht door een van haar broers met de auto. Dat was Koningin de Dag namelijk. Koningin de Nacht werd het daar. Haar broer had haar weggebracht. En haar moeder was ervan uitgegaan dat haar vriendje, die zou het wel zorgen voor de taxi. En dat liep dus heel anders. En wat ze gedaan hebben, volgens de getuigenis van dat vriendje, is dat ze vanuit de discotheek zijn ze samen met een andere jongen iets van 5 kilometer naar het zuiden gefietst, naar Kollum. Zo was het, ja, dat was naar Buitenpost. Nou, is weer even geleden. Hij kan maps.google erbij pakken, maar dat doe ik nu even niet. Maar in ieder geval naar beneden gefietst, naar het zuiden gefietst.
Nou, ik denk dan Buitenpost, ja. En daar bij het station hebben ze een fiets gestolen. En toen heeft het vriendje van het slachtoffer samen met zijn vriendje tegen het slachtoffer gezegd van nou, hier heb je een fiets. Dan kan jij naar huis fietsen. Ja, maar vanaf daar naar Zwaagwesteinde, waar het slachtoffer woonde. Dat is 10 kilometer. 10 kilometer fietsen. Nadat je een avond in de disco hebt gezeten. Dat doe je toch niet als vriendje? En die jongens, die zijn niet los van elkaar verhoord. En dat hoort niet. Die jongens zijn degene die het slachtoffer het laatste hebben gezien. Ja, die hadden apart van elkaar verhoord moeten worden door de politie. Nee, die zijn. Die mochten dus samen een verhaaltje doen. Vreemd is dat. En ik denk dat het slachtoffer op een andere locatie is gedood. En dat dat ook de locatie was waar ze seksueel is misbruikt. Want dat loog er niet om. Zij is verkracht. Ze anaal verkracht en vaginaal verkracht. En ik denk op die locatie is ze ook vermoord. Dat is wat ik denk. En die boer die er dan later, jaren later, opkomt draven met dat verhaal van ja, ik dacht midden in de nacht zomaar in ene, ik ga een eindje fietsen. En heel toevallig kwam ik een slachtoffer tegen en toen werd ik helemaal bevangen en toen heb ik het gedaan. Ja, en waar het bloed gebleven is, ja, dat weet ik ook niet. Vreemd. En die Henk J. Maus, die heeft lopen liegen. Dat weet ik zeker. Ik heb hier een boekje in huis. En dat heet De kunst van het gelijk krijgen. Dat is een boekje geschreven door Arthur Schopenhauer. Nee, het zijn aantekeningen van Arthur Schopenhauer voor een boek wat hij wilde gaan schrijven. Zo is dat. Maar toen ging Arthur Schopenhauer ging een beetje dood. En toen zijn die aantekeningen gevonden en iemand heeft dat bij elkaar geharkt en uitgegeven. En weer iemand anders heeft het in het Nederlands vertaald en heeft het in het Nederlands uitgegeven. Of laten uitgeven. En daarin staat Schopenhauer stil bij de verschillende methoden van, ja, noem het maar, taalgebruik om de luisteraar te manipuleren. Om iemand een rat voor ogen te draaien. Nou, en dat doet Henk J. Maus in het requisitoor. Om een voorbeeld te noemen, dat de DNA, dat heeft dan te maken met monsters. Ze moesten DNA van dat biologisch materiaal monsteren bij de overblijfselen, het stoffelijk overschot van het slachtoffer.
Nou, ze moesten ook natuurlijk monsters nemen bij al die duizenden mannen in de buurt. Hè? Nou, en al die monsters, die moeten nummers krijgen. Dat lijkt me nogal bieders. Dus, nou, en dan gaat Henk J. Maus, die gaat dan in de rechtszaal de nummers oplezen van die DNA-monsters. En die nummers, dat zijn met letters ook erbij. Dus een monster 9831 XZ slash 75432 punt 01 punt 17 AGF. Ja, waarom zou je die code helemaal voorlezen? Wat wil je daarmee aantonen? Heel erg. Joh, daarin kan je zien dat iemand aan het liegen is. En er zitten, volgens mij, typfouten. Nee, ik dacht ook dat er typfouten in zaten. Stijlfouten zonder meer. En logicafouten zonder meer. Dus je kan zeker weten dat dat requisitoor, waar Henk J. Maus toch bijna een jaar de tijd voor heeft gehad, in al die maanden dat hij eraan kon werken, is het niet door een ander ook gelezen met een rode pen of een rood potlood. Tegenlezen noemen we dat. Nee, meneer Henk J. Maus heeft het zelf geschreven. En zonder enige vorm van, hoe noem je dat? Beschouwing van een ander. Zelf besloten dat het goed genoeg was. Ja. En dan is de vraag, wat is er dan wel gebeurd, hè? En wat ik erg vind, is dat er mensen zijn geweest en die zijn zich met die zaak gaan bemoeien. En dat niet allemaal op een even nette manier. Zo is er één iemand en hij heet Johan Oldenkamp. En die heeft ook een YouTube-uitzending gemaakt, gewijd aan de zaak Marianne Vaatstra, waarin hij zegt dat hij de locatie weet waar ze dan vermoord is. En dan heeft hij dan Google Maps, haalt hij erbij. En dan gaat hij inzoomen en dan zegt hij, ja, en hier was het. Maar waarom dan? Ik vind dat Johan Oldenkamp buiten zijn boek is gegaan. Ik heb zoiets niet gedaan. Ik heb mij gehouden bij de feiten. En er is een andere man en die heet Wim Dankbaar. Daar heb ik nog contact mee proberen te zoeken. Maar die was heel grumpy. Dat begreep ik niet. Ik had op basis van
zijn dingen die hij geschreven had over de zaak Marianne Vaanstra. En op basis van het dagboek van die moeder had ik een samenvatting geschreven. En aan hem alleen maar gevraagd of hij het wilde bestuderen en mij attenderen op dingen die niet kloppen. Ja, toch? En dan wilde die niet. Nee, zei die, want dan... Ik wil niet dat mijn naam verbonden wordt aan de dingen die ik niet zelf geschreven heb. En dan zei ik tegen hem, van, nou, daar gaat het mij helemaal niet om. Ik wil niet dat ik iets ga verspreiden wat niet klopt. En als jij niet wil dat ik jouw naam noem of zo, van dit werk is nagekeken door Wim Dankbaar, dan doe ik dat niet. Wat dan, mijn woord heb je. Maar dan wilde hij het nog steeds niet. En ik denk, ja, wat is het nou? Dan verklaar je jezelf tot onderzoeker. Dan verklaar je jezelf tot een van de mensen die het meeste weet van de hele zaak. En dan word je om je medewerking gevraagd, wat helemaal niet veel werk was. Want ik had het samengevat in 8 pagina's. Nou, dat is een hele korte samenvatting. Heel puntig. En hoeveel werk kan dat nou zijn om 8 pagina's te lezen? En dat gaat over een hele ernstige zaak. Met een dode jonge Friese vrouw. En Wim Dankbaar die is meerdere keren afgereisd naar het Westerkwartier. Want zo heet die streek daar in Friesland. Dat heeft hem allemaal heel veel tijd gekost. Ook filmpjes staan er op YouTube, of stonden er op YouTube, dat hij daar is met Micha Kat en bla 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 bla. En dan vraag ik hem alleen maar om die 8 pagina's gewoon een keertje als hij gegeten heeft en bij de koffie. Dat kost hem een half uur hooguit. Wat ik ook best vind is dat hij zei na een kwartier, nou je leest het hele stuk, dan lees je in 10 minuten. En als hij dan in die 10 minuten 2 fouten vindt, dan geeft hij even die 2 fouten door. En dan kan hij tegen mij zeggen, nou ik heb al 2 fouten gevonden, dit is in ieder geval fout. Dit is fout en dat is fout. Nou dan ga ik die fouten verbeteren, nou dan krijgt hij van mij een nieuwe versie. En dan weer hetzelfde verhaal. Alles bij elkaar zou het hem nog geen uur hebben gekost. Dat begrijp ik dan niet. En dan is ook dat gedoe geweest met dat die moeder, die heeft een dagboek bijgehouden. Maar niet helemaal een dagboek, in de zin van elke dag een stukje schrijven. Maar ze heeft wel opgeschreven wat er dan zoal gebeurde. En dan een paar dagen schreef ze weer helemaal niks en dan weer een heel stuk over de afgelopen tijd. En hij heeft dat op internet gezet. Ja. Ik heb dat. Ik weet niet of ik het nog heb. Maar ik heb er toen een kopie van gedownload.
Volgens mij was dat authentiek. Inclusief spelfouten, stijlfouten. Ja, ik bedoel, die moeder is niet... iemand à la, noem eens een of andere auteur hier in Nederland. Maarten het Hart of zo. Ze mag gewoon een huismoeder. Met een permanentje. En een dochter die doodgevonden is. En uit dat dagboek kan je afleiden dat... Ja, justitie... Justitie was heel druk bezig met slachtofferhulp. Ja, de slachtoffer was natuurlijk dood, maar een nabestaande hulp of zo. Maar lekker praten en zo. En die link met het asielzoekerscentrum, dat is vreemd. Maar daar klopt iets niet aan. Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen van het asielzoekerscentrum het hebben gedaan. Want ze kunnen ook dat asielzoekerscentrum op de kaart hebben gezet, lalala, benadrukt hebben als een afleidingsmanoeuvre. Die mannen die daar op het asielzoekerscentrum zaten, die werden afgeschilderd door deze en gene als hele problematische mannen. Die ook nog een keer teruggingen naar Turkije omdat daar een bruiloft was. Terwijl ze hier asiel aan het zoeken waren. Dus, nou ja, hoe veilig is dan het land van herkomst? Nou, kennelijk veilig genoeg om naar de bruiloft te gaan. En even later komen we weer terug in het asielzoekerscentrum. Dat is ook al zoiets. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen dan jonge vrouwen gaan kelen. Dat is wel even een streepje wat anders, of niet? Nee. En het is dan uitgebreid op het NOS-journaal geweest dat ze afgereisd zijn naar Turkije en daar werd een Hassan B. aangehouden en die was het dan niet. Of zo. In elk geval is het een waarheid dat 30 april, dat is een occulte feestnacht. Walpurgisnacht. En het is ook de verjaardag van de koningin die dan gevierd wordt. En het is zo'n occulte feestnacht. En die occulte jongens, ja, die zijn gek hoor. Nee, ik ken iemand en haar ouders die waren bij zijn occulte club. Nou, die persoon die heeft dingen meegemaakt, joh. Zo. Mensenoffers, hè. En orgieën. Ah, oh, Perry, wat vertel je me nou? Ja. Ik heb dat hele verhaal heb ik opgebiecht. In een beschouwing. Hoe heette die ook alweer? Niet zo lang geleden. Oh, ik weet het alweer. Die gaat over de Jehova's getuigen. Want die ouders, die waren naar buiten toe Jehova's getuigen. Maar niet van binnen. Precies. Dus moet je even op zoek gaan naar beschouwing 100 en hoger. En dan met Jehova's getuigen erin.
Dus ik weet dat die occulte clubs, die zijn in Nederland actief. Daar kan een slachtoffer het loodje bij hebben gelaten. De vraag is waar je, of je dat allemaal achteraf nog... of je het nog boven water kan krijgen. Ik zal beginnen bij die Henk J. Maus. Die man, zijn doopzeel is even helemaal lichten. En dan moet je eerst... Die 16 uitzendingen van mij over dat requisitoor, die moet je gaan beluisteren. En dan weet je zeker, mag ik hopen. Maar dat meneer Maus gelogen heeft. En dan moet je meneer Maus de duimschroeven aan gaan draaien. Maar dat zal niet makkelijk worden. Als ik gelijk heb en meneer Maus... Ja, ik heb trouwens gelijk, dat kan niet anders. Maar meneer Maus heeft gelogen en hij gaat niet zomaar liegen. Dat heeft hij gedaan in opdracht. En dat is een zwaar misdrijf. Dus dat betekent dat meneer Maus onder druk is gezet. En dat betekent dat het hele machtige mensen zijn. Als jij een officier van justitie onder druk kan zetten om te gaan liegen... Dan gaat zo'n man niet zomaar na zoveel jaar zeggen van... Oh ja, ja nou zeg ja, ik heb gelogen toen. Nee. Die meneer Maus die zal gaan vrezen voor zijn eigen leven. Als hij zou gaan zingen, hè? Als hij zou gaan biechten, als hij het eerlijk op zou gaan biechten. Zo zijn er nog wel meer dingetjes hoor. Ja. Maar Henk J. Maus zal een van de eerste zijn om mee te beginnen. En volgens mij heb ik, ja ik ben er wel zeker in, die 16 uitzendingen over dat requisitoor. Nou, je schrijft requisitoire, maar je moet zeggen requisitoor. Flauw grapje. Het is oud-Nederlands. Maar in dat requisitoor, daar kom ik ook op te proppen met een aantal vragen. Daar zitten hiaten in. Daar kan je nu nog steeds mee komen hoor. Maar ja, wie doet dat? Ik heb me daar als amateur, heb ik me daar druk over gemaakt. Wie doet er verder nog wat mee? Helemaal niemand. En dat is best erg. Dat is ook heel erg voor de familie van het slachtoffer, voor de nabestaanden. Dat er zo lomp... wordt omgesprongen met een moord. Ik heb ook nog wel gezegd dat... Ja... Het was een vrouw van 16 dat je die dan... Maar ja, die moeder... Ik zat even te denken, ze moest alleen naar huis, maar... Ze zou met de regiotaxi gaan. Want dat was al eerder gebeurd. En, ja. Ja, die kinderen willen toch naar de disco en alles. En die regiotaxi, ja, die is er toch niet voor niks. Dus het was niet abnormaal dat ze in haar eentje naar huis zou gaan.
En dan kan je ook afvragen, waarom is die broer haar niet opkomen halen? Maar, nou, de regiotaxi die zou haar brengen. Maar dat verhaal van het vriendje, want we gaan even een fiets stelen in Buitenpost. Ja, dat klopt niet. Ja, die andere keer had het vriendje ervoor gezorgd dat ze met de regiotaxi ging. En waarom deze keer dan niet? En waarom alleen maar meegefietst tot aan het tunneltje? Waarom hebben de jongens, ze waren met z'n tweeën, waarom hebben ze niet even doorgefietst naar Zwaag-Westeinde? Ja, maar dan moeten die jongens wel 20 kilometer fietsen. Ja. Ze hadden ook de regiotaxi kunnen betalen. Het was toch haar vriendje? En je gaat mij niet... Ja, dit is, ja, kom op, man. Het was toch allemaal bekend van tevoren? Dat vriendje had eventueel ook die 12,50... Wat kost dat, zo'n regiotaxi? Had die kunnen lenen, toch? Je laat toch niet een meisje van 16 meer dan 10 kilometer in de eentje door het pikken donker naar huis fietsen? Ze kwam dan die mafketel tegen, zeggen ze dan, hè, die boer. Maar ze had Jan en Alleman tegen kunnen komen. En Jan en Alleman, die hadden in Kolm en waar ze maar niet waren, lekker joho, 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 met bier en zeg maar wat. Wat doe je toch niet? Als vriendje? Nee, vriend. Het is een moeilijke zaak. Daar ben ik mij van bewust. En wat mij ook opviel, dat... En dan hier in de stad, in Arnhem, waren er enkele mensen en die kwamen naar me toe. Want ik had het erover, ik was bezig met het onderzoek en ik heb die 8 pagina's geschreven met een soort samenvatting van wat er gebeurd is. En nou, toch duidelijk gemaakt dat hier iets aan de hand is. En twee mensen die kwamen naar mij toe en zeiden van nou, dat heb je goed geschreven, jongen. Complimenten. Voor de rest niemand. Ik heb tientallen exemplaren geprint. Een nul. Helemaal niks. Ja, die twee dus. En voor de rest helemaal niks. Ik weet zelfs hoor, dat ik een keer in het café iemand aansprak op wat er gebeurd was. En dat de barman zo'n beetje tussen beiden kwam en tegen die andere bargast zei van ja, dat is Perry en die lult wel vaker uit zijn nek. Dat is toch droevig? Heel verdrietig. Ik ben er wel achter hoor, dat de Nederlandse samenleving, die heeft een hele andere kwaliteit dan ik ooit dacht. Het is een mengelmoes van slapjanussen en regelrechte leugenaars. Niet allemaal gelukkig, maar 80-90%. Echt wel. En dat is niet
Dat is niet te harden, dat is niet te pruimen, dat is niet te accepteren. Je gaat je er nog voor schamen dat ik een Nederlander ben. En dan kan je zeggen van, nou ja, maar in België hadden ze Marc Dutroux en dat was die ook met een sisser af. Dus we staan nog niet zo slecht op de kaart. Ja, maar dat is een zure waarheid, hè? Ik weet nog in die dagen dat ik met de zaak Marianne Vaatstra bezig was. En ook met andere dingen waar justitie de andere kant uit keek. Zich heel merkwaardig gedroeg. En ik zat me daar een keer over op te winden. En dat mijn dochter zei van, nou ja, als je het dan zo erg vindt, doe er dan wat aan. Toen dacht ik, wat? Is mijn eigen dochter die zoiets zegt? Het is niet zo dat als ik iets ontdek, dat degene die het ontdekt, dat hij dan ook maar de hele zaak gelijk op zijn bordje krijgt. En dan moet die persoon dat maar oplossen. En iedereen die de andere kant uitkijkt, die heeft vrij en die kan leuke dingen gaan doen. Maar zo is het natuurlijk niet, hè? Ik ontdek dingen, ik breng ze aan het licht. Ik schrijf het netjes op of ik hou er een mooie beschouwing over. En dan is het de bedoeling dat andere mensen dat oppakken en er ook weer wat mee gaan doen. Ja, toch? En we kunnen niet alles maar over onze kant laten gaan. We hebben een generatie nodig van mensen die een ruggengraat hebben. Die zeggen tot hier en niet verder. En waar woont die Henk J. Maus? Want als de politie hem niet op wil halen, dan doen wij het zelf wel. Het heet een burgerarrest. Ja, of we geven Nederland op. En Nederland wordt een land waar alles maar mag. Waar mensen gedwee in de file staan. En rijkhalsend uitkijken naar de vakantie aankomende zomer. Want dan gaan we naar Tunesië. Alsof daar een drol te beleven is. Mopiri, dit is wel heel zwartgallig. Ja. Op 30 april, of 1 mei s'nachts, is er een jonge vrouw vermoord. En die zaak is door justitie in nevelen gehuld. Bla 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 bla. En iedereen doet alsof het opgelost is. Maar dat is niet zo. En vandaar dat ik daar niet positief over kan zijn. De verjaringstermijn voor moord is 30 jaar. Als ik me goed herinner. Dus in 2029... Dus over 9 jaar? Nee, over 10 jaar. Dan is de zaak verjaard. Dat is over 10 jaar.
En nu nog niet, hè? En wie weet wie dat hoort, hè? Misschien wel iemand die nu... ja, wiens oom een advocaat is. Of iemand wiens vader werkt voor het Openbaar Ministerie... en dat zijn vader wel het hart op de juiste plek heeft. Dat weet je niet. Wat je wel weet... is dat volgend jaar, in 2020... ga ik het weer hebben... over de zaak Marianne Vaatstra. En het jaar daarop ook weer. Dat wil zeggen, als ik nog, als ik die tijd krijg, als de Heer mee tot zich roept, ja, dan niet natuurlijk. Ik vraag me af of ik Marianne Vaatstra aardig had gevonden. Wat voor soort iemand was dat dan? Hè? Daar hoor je dan ook bijna niks over. Ze was 16, man. En dat beeld wat dan van haar geschetst is, van ja, en toen liep ze gewillig mee onder bedreiging van een mes. Nee, dat is toch erg. En je moet er niet aan denken naar wat er echt heeft plaatsgevonden. En waarschijnlijk is ze ontvoerd. En toen begon een langdurige marteling. En het is niet uitgesloten dat het hele gebeuren ook op film is vastgelegd. Video. Omdat dat materiaal voor heel veel geld is verkocht. Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden. Want het officiële verhaal, dat rammelt. Het is bizar. Maar goed, als jullie willen dat ik erbij stil blijf staan, dan... En dat willen jullie denk ik wel. Het zou jullie sieren om te abonneren op mijn kanaal. Al was het alleen maar om mij een steuntje te geven. Of doe een like. Van, oh, dat vind ik wel leuk. Zo'n duimpje omhoog. Of dat je een share doet. Dat kan ik ook zien. Hè? Als jullie een share doen, dan krijg ik ook een bliepje van in mijn analytics. Kijk, dat steunt mij weer. Snap je? Als je helemaal niks doet en je luistert hier alleen maar naar, ja, dan doe je echt helemaal niks. Wat het mooiste is als jij een balletje aan het rollen weet te brengen. Want ik kan ook niet alles in mijn eentje. En ik heb die advocaat waar ik dan contact mee had. Die heb ik proberen te dingelingeling of die aan de slag wilde. Maar ja, die keek me een beetje aan. En die dacht waarschijnlijk ook van ja, wat heeft ik nou weer aan mijn fiets hangen? Uit beleefdheid heeft hij de documenten in ontvangst genomen. En ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Misschien dacht die man ook wel van ja, ik ga me daar een beetje mijn vingers aan branden als een officier van justitie aan de schandpaal nagelen. Ja, ik ben maar gewoon advocaat hoor. Ik hou wietdealers, daar had hij het over. Hij was strafadvocaat. En dan was er weer iemand gearresteerd voor het hebben van een wietdinges, kwekerij in zijn woning ofzo. En dan komen die jongens bij hem. En dan moet hij ervoor zorgen dat ze niet te veel straf krijgen.
Maar ja, dan zoiets als dit met een officier van justitie die liegt. Ja. Dat die man daarom dacht van nee, ik ga hier mijn vingers niet aan branden. Dat gaan we even niet doen. Hè. Zou kunnen. En anyway, jullie kunnen wel mee actie voeren. Dus doe een like, of doe een abonnementje, of doe een share. Ja? Heb je dat in ieder geval gedaan? En dan kan jij vanavond tegen jezelf zeggen, nou, ik ben activist. Dat is beter dan een luie reetzitter. En op zijn hamburgers, zeg ik tegen jullie, tjus. En dag lieverds.